zijn. Om te beginnen mag ik Psalm 32 vers... Even weer spieken. Op de beamer. Psalm 32, vers 8. Hebben jullie één vertaling? Psalm 32, ik lees vanuit het boek, vertaling. Ik, de Heere, laat u zien welke weg u moet gaan. Ik geef u raad en houd mijn oog op u gericht. Nog een keer, God zegt deze morgen, Psalm 32, vers 8. Ik, de Heere, laat u zien, laat mijn gemeente zien welke weg jullie moeten gaan. God, geef ons raad en houd, God houdt zijn oog op ons gericht. Amen. Laten wij bidden. Vader in de hemel, wij danken u. Dank u wel, Vader. Vader, u zegt, u wil ons onderwijzen deze morgen. Zo bijzonder, Heere, om te zien, om te erkennen dat u ons wilt onderwijzen. En u zegt in Psalm 32, Heere, zodat wij weten welke weg moeten wij gaan. Wat moeten wij doen in dit leven? Heer, in Jezus' naam. Dank u wel. Dat op dit moment, Heer, uw oog is op ons gericht. In Jezus' naam. Iedereen komt in deze ruimte, Heere, met bepaalde situaties. Wij bewaren voor onszelf, maar ik wil u danken. Voor Psalm 32, vers 8. U zegt, mijn oog is op u gericht. Heer, dank u wel. Dank u wel voor scherpe ogen van de hemelse Vader. Die tot de diepste van ons hart kan zien. Maar niet alleen zien, Heer. Dat u zegt, vanuit alles wat u ziet vanuit de hemel, u wil ons leren. U wil ons onderwijzen deze morgen. Welke kant moeten wij gaan en wat moeten wij doen? Vader, hier zijn wij. Misschien veel van ons voelen machteloos hier, weet niet wat wij moeten doen, maar één zin willen wij zeggen tegenover u. Hier zijn wij. Hier zijn wij, Heer. Met alle geheim die wij bewaren voor onszelf. Heer, maar alles is bloot in uw ogen. In Jezus' naam. Niemand kan iets bedekken tegenover God. En ik wil u danken dat uw scherpe ogen, Heere, in Jezus' naam zo kan zien. Heere, in Jezus' naam dat alles zichtbaar is, Heere, voor u. Vader, hier zijn wij. Meer kunnen wij niet zeggen. Hier zijn wij, Vader. Hier zijn wij voor u. Bereid om te zien. Bereid hier om geleid te worden. Wij willen u danken de weg die u ons zal laten zien vandaag. Ik vertrouw op het werk van Heilige Geest deze morgen in Jezus' naam. En ik geloof met heel mijn hart
dat Heilige Geest staat paraat naast ieder in Jezus naam om Psalm 32 vers 8 uit te voeren deze morgen. Ik geloof met heel mijn hart dat Heilige Geest staat paraat in Jezus naam om alles te vertalen naar ieder situatie. Vader, dank u wel. In Jezus naam, Vader. Dank u wel voor de loep vanuit de hemel. Dank u wel voor de weg. U bent de weg, Jezus. En dat wil ik u danken. Ik spreek zegen, Heere, voor uw gemeente. In Jezus naam. Dit is uw oogappel. Ik draag terug, Heere, aan u. Dit is uw volk, vrijgekocht door uzelf. Ik erken dat het volk zo kostbaar is voor u. Daarom wil ik u danken voor deze gelegenheid, Heer. In Jezus' naam. Dank u wel, Vader. In Jezus' naam. Amen. Goedemorgen. Goedemorgen. God is goed en bijzonder. Amen. Amen. Nou, blijde boodschap. Jelwin komt naar huis. Jelwin komt niet voor altijd naar huis. Jelwin krijgt gelegenheid om mission trip te doen in Nederland voor 4 dagen. Dit is een bijzonder iets die wij hebben nooit gedaan. In onze gedachten, in mijn gedachten. Ik zie Jelwin straks september. Ik verheug mij al op. Oh, september, ik zie Jelwin. Maar hij belde mij. Ik was bij Lidl gisteren. En hij zocht eigenlijk Pastor Dios. Pastora, waar is Pastor Dios? In de kerk toch, Jelwin? Nee, hij is niet bereikbaar. Oké, wat is er, Jelwin? Ja, ik heb eigenlijk zijn toestemming nodig, pastora. Voor wat? Voor de mission trip. Of wij mogen komen in Nederland, in Hermon, om mission trip te gaan. Ik zeg tegen Jelwin, dat hoef je niet te vragen, gewoon ja zeggen. Maar Jelwin, jij kan ons toch gewoon doen. Ja, maar pastora, hier is niet als Hermon. City Harvest is een mega kerk, dus wij kunnen... Ja, kom maar. Zo werkt het niet, pastora. Dus alles moet zwart op wit. Dat senior pastor van City Harvest zou Pastor Dios mailen en dan zo gewoon vragen. En Hermon moet dan reactie teruggeven dat wij mee in zijn. Dat Hermon eigenlijk als de gastkerk in Europa om hun te ontvangen. Oh, Jelwin, dan bel snel Pastor Dios. Als jij niet hem kan bereiken, ik kom zo naar de kerk om hem te zoeken. Dus eind mei of begin juni, dan komt Jelwin met zijn team voor 4 dagen om mission trip te gaan in Hermon. Bijzonder. En hij heeft zoveel dingen meegedeeld, ook met mij. Hij zei tegen mij, pastora nog een keer, ik wil jullie echt bedanken dat jullie mij zendt naar deze plaats. Als ik nu nog in Hermon ben, zei hij, niet dat Hermon slecht is of zo, maar hij zei, dan blijf ik nog steeds dezelfde Jelwin. Maar nu is anders, is gewoon anders. De stroom hier maakt Jelwin eigenlijk ja, anders. Jelwin zei tegen mij, nou begrijp ik wat Pastor Dios altijd zeurt in mijn oor. Als Pastor Dios Jelwin stuurde om iets te maken, dan volgende dag, Jelwin, is het klaar? Oh ja, vergeten. En dan tot 5 dagen. Maar pastora, ik heb geleerd. Dit is hem wat Pastor Dios altijd bedoelde. Dus Jelwin vertelt ons. Er was een werknemer. Het is nog niet mijn preek. Maar ik wil gewoon vertellen hoe Jelwin eigenlijk verandert daar in Singapore. Pastora, er is een getuigenis van werknemer van City Harvest. Deze persoon die heeft nieuwe baan gekregen bij een bedrijf. Dus de baas van deze bedrijf zegt, jongen, je bent nieuw, maar we hebben nou heel druk. Dus dit is werk die echt met spoed moet klaar zijn. Dus een hele stapel map
set de baas eigenlijk op de bureau van deze nieuwe werknemer. Dus deze nieuwe werknemer die dacht met spoed. Dus hij ging gewoon werken en werken. En totdat hij heeft niet geslapen. Die avond of die nacht. De baas kwam 's morgens vroeg en verbaasd. Huh? Ging jij niet naar huis? Nee, baas. Want u zegt tegen mij, dit is met spoed. Die moet klaar zijn. De baas kijkt naar hem en de baas zegt, jongen, je bent echt nieuw hier. Als ik zeg spoed, dan betekent 14 dagen. Deze werknemer zegt, sorry baas, maar in mij is getraind, spoed is nu. En deze, dat is hem. Deze persoon is de werkers van City Harvest. Dus hij kent geen andere gedachten. Hij kent geen andere stroom. Als de pastoor zegt spoed, hier is getraind, nu. Maar de baas bedoelt, spoed bij ons is 14 dagen. Maar uiteindelijk binnen korte tijd, deze nieuwe werknemer, die is nou gewoon een leider van die bedrijf. Met zo'n mindset, eigenlijk die hij neemt. Dus de grote baas heeft hem dan positie toevertrouwd waar hij nou zit. Dus dit is een mindset. Dus dat is wat Jelwin zei, pastora, nou begrijp ik. Ik zei, wauw Jelwin, als spoed betekent 14 dagen. En als ziekenhuis dat die mindset hebt, dan ben ik dood. Als ik naar spoed hulp en ze begrijpen, oh het is 14 dagen, dan kunnen ze mij allang begraven. Spoed is spoed, maar dat is hem. Dus dit is wat Jelwin deelt. Nog veel dingen, ook met de worship team gisteren. Ik vind het zo geweldig dat hij eigenlijk passie heeft om de worship team ook te bemoedigen vanuit daar. Wat hij zei, hij deelt over Psalm 23 gisteren. Zoveel, zo diep openbaring, dat eigenlijk voor de worship team. Ze zijn herder op de altaar om de gemeente naar de groene weide, naar de rustige water te brengen. De herder heeft alleen maar één stok, meer niet. En zo bijzonder hoe Jelwin dat vertelt. Voor mij, ik ging overpeinzen een hele nacht. Wauw, bijzonder. Dus dit is worship team met hun talent. Wij hebben maar één talent, zingen of muziek. Maar dat is meer dan genoeg alleen om te beseffen. God heeft mij toevertrouwd om de gemeente naar de groene weide te brengen, meer niet. Maar dat is hem, zei Jelwin, voor de worship team. Als je zelf nooit in de groene weide zit samen met God, hoe kan jij de gemeente brengen daar naartoe? Het is onmogelijk. En dat is zo'n huiswerk die Jelwin eigenlijk heeft gegeven gisteren naar de worship team. Probeer niet de gemeente te brengen in de aanwezigheid van God binnen 4 liedjes. Als wij zelf, als de worship team, niet daar zitten samen met God in rustige water. En niet genieten van zijn aanwezigheid op groene weiden en rustige water. Dan hebben wij geen idee waar wij moeten doen. Waar wij naartoe gaan met de gemeente. Dus dan praat Jelwin over hun gebedsleven. Zoveel dingen. Maar dat is Jelwin. Dus hij komt volgende maand of begin juni in Nederland. Bijzonder. Wauw. Nog een keer applaus voor God. En hij is te bijzonder. Halleluja, vandaag gaan we leren over Noach. Laten we kijken. Genesis 6 vanaf 9. Genesis 6 vanaf 9. Heer, volg de geschiedenis van Noach, de enige rechtvaardige en oprechte man op aarde. Hij leefde in nauw verbondenheid met God. Hij had 3 zonen, Sem, Sham en Jafet. In de loop van de tijd werden de mensen steeds slechter en gewelddadiger in de ogen van God. Met al die slechtheid en verdorvenheid voor ogen zei hij tegen Noach, ik heb besloten
de hele mensheid uit te roeien. Want zij is de schuld van alle geweld en slechtheid. Ja, ik zal de bewoners van de aarde vernietigen. 14. Bouw een ark van acacia. Bouw een ark van acaciahout en bestrijk het hout met pek om het waterdicht te maken. Verdeel hem in dekken en onderkomens. Maak hem 150 meter lang, 25 meter breed en 15 meter hoog. Maak er een lichtsleuf in die een halve meter onder het dak rond het hele schip loopt en verdeel het schip in 3 dekken. Een benedendek, een middendek en een bovendek. In de zijkant van het schip moet u de ingang maken. Ik zal namelijk een enorm watervloed over de aarde laten gaan die alle levende wezens zal doden. Iedereen en alles zal sterven. Maar met u sluit ik een verbond. U zult veilig in het schip zijn met uw vrouw, uw zonen en hun vrouwen. Voordat de vloed komt, moet u van elk dier een mannetje en vrouwtje aan boord nemen, zodat die de vloed overleven. Van elke vogel, elk soort vee, elk kruipend of ander dier moet een paar aan boord zijn. Zorg verder voor al het voedsel dat uw familie en de dieren nodig hebben. Noach volgde alle aanwijzingen van God op. Amen. Wij gaan leren waarom verhaal van Noach. Vorige week zaterdag onderweg naar discipelschaptraining van huis zat ik in de auto achter. Isaac was voor samen met pastor Dios. Ik weet niet, plotseling, dan komt Noach in mijn gedachten. En ik vroeg aan pastor Dios, ja, eigenlijk vraag ik mij af, toen God Noach stuurde om ark te maken, had Noach nou kennis over hout of niet? Hè? Zo vroeg ik pastor Dios plotseling. Om te lezen was het heel makkelijk. 2 minuten klaar. Maar weet u dat Noach had ark gebouwd tot die klaar is ongeveer, niet precies, 100 jaar oud. 100 jaar lang. Nou, dan 100 jaar maal 365 dagen. Ongeveer. 500 jaar toen God sprak en toen hij 600 jaar oud was. En dan kwam de vloed. Dus het is niet precies, maar zo ongeveer binnen die tijdperk, 100 jaar. Dus omdat God over Noach sprak in de auto, ik ging mij verdiepen in Genesis 6. Wij gaan weer beginnen. Daar staat, God zegt tegen Noach, Noach, bouw een ark voor mij. Dit is het thema wat wij willen leren vandaag. Bouw een ark voor God. Met een doel. Waarom moest Noach de ark bouwen? Omdat God wil zijn gezin redden. Omdat God wil een einde maken aan al die slechtheid. Maar als wij lezen Genesis 8 vers 21. God, toen alles al geroeid, alleen Noach en zijn gezin en dan ook de dieren, die waren daar in de ark. Kan iemand hier in de ruimte Frans spreken? Amen. Wel? Oké. Okay. Misschien. Zo, dank u Jezus. God is goed. Oké, wij gaan terug. Dus God stuurde Noach om een ark te bouwen.
De boodschap was duidelijk. God zei tegen Noah, bouw een ark voor mij. God zei tegen Noah, nog een keer, bouw een ark voor mij, Noah. Want ik ga heel de aarde uitroeien. Totdat Genesis 8, vers 21 zei, God heeft beloofd. Toen alles al kapot ging, toen alles al uitgeroeid was. God zegt in Genesis 8, 21, ik zal de aardbodem niet meer vervloeken om de mens, omdat het voorbrengsel van des mensenhart boos is van zijn jeugd aan. Dus God heeft beloofd, ik ga nooit meer doen. Ik ga nooit meer doen. En daarom, Jezus was gekomen. God heeft beloofd, toen hij alles zag, alles uitgeroeid was, was niks meer over behalve de ark en het gezin van Noach en dan ook de dieren die in de boot waren. Behalve dat, alles was kapot. En God zei, ik beloof, ik zal nooit meer doen. Maar nu komt een vraag, maar hoe dan? God heeft zichzelf geofferd. Daarom is Jezus gekomen op de aarde. Om de zonde vrij te kopen. God heeft gezegd, ik beloof, ik zal niet meer doen. Maar dan moet hij zelf komen. Als een offer. Voor hele mensheid. Dus Johannes 3, vers 16. Zo groot is de liefde van de Vader. Dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Dat is de ark die de Vader heeft gezet voor de redding van u en van mij. Jezus is de levende ark die nu eigenlijk varen om ons mee te nemen naar de bestemming. Amen. Dus dit is Jezus is de levende ark, gegeven door de Vader. Omdat hij zoveel van ons houdt. De vraag vandaag voor mij is een diepe overpeinzing om te begrijpen, Heer. Toen u zei tegen Noah dat hij een ark moet bouwen, was u duidelijk tegen Noah dat het is een reddingsboot. God had niet gezegd, Noah bouwt een ark zodat jij op vakantie kan gaan. Maar het was een reddingsboot. Jezus is de levende reddingsboot voor ons. Kost heel veel. Het is niet 150 lang en 25 meter breed. Het is gewoon zijn hele leven. Dit is de ark die wij nu eigenlijk bevinden. Het is niet te zien. Maar Jezus is nu de levende ark geworden. Voor ons. Dus Noach hoorde, Noach luisterde heel goed wat God wilde van hem. En hij zei, ik herhaal. Vierteen. Bouw een ark van acacia hout en bestrijk het hout met pek om het waterdicht te maken. Dit is wat ik wil brengen deze morgen is om de gemeente mee te nemen naar het punt. Wij moeten een ark bouwen voor God. Wij moeten een ark bouwen voor God. En niet zomaar een ark, maar een ark die kwaliteit is. Er waren zoveel soorten hout. Maar God specifiek zei tegen Noah, ik wil dat jij een ark voor mij bouwen, Noah, maar er moet gebouwd worden van acacia hout. Duidelijk. Ik ging googlen. Wat is acacia hout? Ik wil weten waarom per se moet die soort hout. En Google vertel mij. Acacia hout is een specifiek hout. Een soort hout die kan alles tegen. Het is niet zomaar een hout. En meubels die gemaakt zijn van deze soort hout is heel duur. Dus wat God mij heeft geleerd is, bouw een ark voor God met kwaliteit.
Niet zomaar, oh ja, misschien Noah, zo lang om alleen te denken wat God wil van Noah. Ik vind dat bijzonder van Noah om niet meteen God, hoe moet ik zeggen, te stoppen. Niet zeggen, ja, maar God, wat is acaciahout? Nog een keer, Bijbel heeft mij niet verteld of Noah kennis had over hout. Ik weet het niet, staat niet in de Bijbel. Maar ik vind het zo bijzonder om te lezen. Er was geen stopwoord van Noah naar God toe. Wie denkt u dat ik ben? Ik weet het niet. Ik weet het niet of hier bossen zijn die ik kan zoeken. Waar moet ik acaciahout zoeken? Staat niet in de Bijbel. Dat Noah protesteerde. Wat ik lees, vers 22, Noah deed alles zoals God wil. Dat heb ik gelezen. Ik zeg, bijzonder. Ik weet het niet. Als God komt bij mij, Tineke, bouw een ark van acacia hout. Ik weet niet eens wat voor hout deze heet. Tante S misschien, ik weet het niet. Pastak of zoiets. Weet ik niet, het is een krul. Ik weet het niet. Maar zo verplaats ik mijzelf in Noah. Wat is dat acacia hout? Waarom bent u moeilijk, God? En waarom niet andere hout? God weet wat hij wil. God weet wat hij bedoelt. De ark symboliseert iets die wij bouwen. Het is een huis of wat dan ook, wat Jelwin bedoelt. Bijvoorbeeld, worship team is een ark. Een ark die wij bouwen voor God, moet niet zomaar ark. Waarom? God is een specifieke God. God wil dat mensen kunnen in de ark komen en daar veilig voelen. Als God zegt tegen Noah dat hij alleen ark moet bouwen, punt. Misschien Noah pakte zomaar hout. En al die dieren en al zijn kinderen uiteindelijk daar weer zonken doordat de ark niet sterk was. Wij moeten weten, Jelwin zegt tegen ons gisteren, dat ons gebedsleven bepaalt de kwaliteit, de kracht van de ark. Als wij weten dat God ons toevertrouwt voor de redding van de anderen, dan moet ik eerst een ark bouwen. De ark moest eerst klaar zijn. Daarna komt de vloed. Daarna mogen de zonen van Noah naar binnen. Niet van tevoren. Soms, wij zijn bezig met mensen die wij willen redden. Wij gaan bidden, wij gaan vasten, maar wij zijn vergeten om eerst de ark te bouwen om hun op te vangen. Oké? Wij bidden, wij maken ons zorgen voor de mensen die wij zien, onze ouders, familie, vrienden, kinderen of wie dan ook. Wij maken meer zorgen dan voor hun situatie dan eigenlijk onszelf. Eerst voorbereiden als een levende ark voor hun. Dit is eigenlijk de kern van Genesis 6 die ik heb geleerd. Wij werken en werken. De vraag op het moment deze mensen gered zijn, is mijn ark sterk genoeg om hun op te vangen? Of gaan we uiteindelijk zinken opnieuw samen? Noah had een opdracht gekregen. Noah, bouw een ark voor mij, zei God. Met acacia hout. Als ik erken dat God mijn leven wil gebruiken als een reddingsboot voor mensen, dan liever dat ik nu eigenlijk een stap neem om mijn leven te bouwen als een ark van God. En als ik besef
Dat uiteindelijk God verwacht dat mijn boot, mijn leven, kan zoveel mensen meenemen naar de bestemming. Dan ik moet beseffen, ik kan niet zomaar een ark bouwen van gebed van 5 minuten per dag. Dat had Jelwin gezegd. Er was een gesprek, zegt Jelwin, van de pastors onder pastor Yonki Cho van Korea. Dat had Jelwin verteld aan de worship team en ze hebben mij weer verteld. 2 pastors onder pastor Yonki Cho van Korea. Pastor Yonki Cho heeft nu op dit moment 800.000 zielen in zijn gemeente. 800.000, oké? Okay? Onder pastor Yonki Cho zijn pastor. Er waren 2 pastors. 1 pastor heeft gemeente van, Janice, 30.000 en 3.000 of? 30.000 en die andere 300.000. Deze pastor die heeft gemeenteleden van 30.000 was naar de senior pastor gegaan. Hij vroeg, pastor, even mij corrigeren. Hier ben ik, pastor. Ik wil een gesprek met u. Wat? Er is iets met mij. Dat u mij helpt. Waarom? Wat ik zie, de bediening van die ene pastor, ik zie, is gewoon. Maar hoe kan dat? Dat hij 300.000 leden heeft en ik maar 30.000. Wij zijn zelfde. Wij zitten in dezelfde gemeente. Wij hebben dezelfde senior pastor. Wij hebben dezelfde voedsel. Maar pastor, even mij corrigeren. Wat is met mij aan de hand? Ik vind sowieso al nederig houding om, ja, hoe kan dat? Wij dienen dezelfde God. Dus pastor Yonki Cho vroeg alleen maar, hoeveel uur bid jij per dag? Bidden, ja, zo 30 minuten. Een uur, dat is de sleutel. Die andere pastor, want ik ken al mijn pastors, zei pastor Yonki Cho. Die andere pastor wat jij nou over hebt, hij bidt 3 uur. Per dag. 3 uur niet alleen bidden, maar hij bidt met visualisatie. Hij ziet elke dag in zijn gebed 300.000 mensen in zijn kerk. Dit is de kracht van visualisatie, dat vertelt Jelwin gisteren aan ons. Wij bidden, maar eigenlijk wij zien dat niet in geest. Wij zien dat niet in geloof. Bijvoorbeeld voor mensen. Voor mijn moeder. Mijn moeder is niet bekeerd. Maar de vraag, kan ik in mijn gebed visualiseren dat zij zit gewoon in de ruimte hier in Hermon. Dat is een andere gebed, zei Jelwin. Dus Jelwin vroeg aan de worship team, wat zie jij Hermon? Hermon is een kerk. Zo antwoordt die worship team. Meer niet. En hoe zie jij dan Hermon over 2 jaar? Weet ik niet. Op het moment dat wij nog niet kunnen visualiseren wat wij willen van God, dan gebeurt onze gebedsleven alleen oppervlak. Wij moeten zien in ons geloof, dat is hem. En ik ga daar naartoe. Om dat te reiken, om dat te ervaren. Zo is het ook met Noach. Ik geloof op het moment dat God sprak tegen Noach, Noach, bouw een ark voor mij. Weet u, toen God met Noach sprak, Noach, in die tijd was regen nog nooit gekomen. Dat staat in de Bijbel. Dan Noach dacht, misschien, hoe? Wat is een boot? Hoe ziet dat eruit? Maar Noach had een kracht van visualisatie. Om een ark te zien in zijn geloof. Hij heeft nooit een boot gezien. Hij heeft nooit een ark gezien. Maar de kracht van de stem van God. Hij neemt dat op dat moment. En hij begon te visualiseren een ark. Van 150 meter lang. Ik dacht, mijn God. En dan had ik weer gedacht. Heeft Noach toen meetlint of niet?
als ik het woord lees, dan ga ik mijzelf daarin. In de positie van Noach op die dag. Heer, hoe weet Noach precies dat dat 150 meter lang en 25 meter breed. God was specifiek. Dit wil ik en niks anders. En dat precies zegt Jelwin gisteren. Wij moeten weten wat wij willen in dit leven. Wil ik dat mijn moeder hier komt en daar zit en dat moet ik. Echt zeggen in mijn geest, ik wil hier haar zien. In Jezus naam daar zitten, misschien links, rechts, maar ik moet specifiek zijn in mijn gebed. Te visualiseren dat zij gewoon zit in de ruimte, in de dienst. Of nog dieper dan dat, dat zij knielt voor God in deze ruimte. Ik begrijp wat Jelwin over had gisteren. Wij maken onszelf bezig. Alleen bidden, bidden, bidden is goed. Maar er is een andere niveau van gebed. Dat eigenlijk de motor van wat wij hebben gezien, wat wij willen zien. Dat de motor van gebed ons drijven daar naartoe. Wij kunnen bidden. Ik kan ook bidden, Heer, red mijn moeder. Kan ook. Maar mijn gebed zal anders zijn. Om te zien dat zij knielt voor God in de dienst. Dat is wat Jelwin bedoelt. De kracht van visualisatie. De kracht van het geloof in ons. Dat moet ik zien. Wat willen wij zien? Op één dag. Wat willen wij zien? Iemand moet eerst zien. Iemand moet eerst willen zien. Niet alleen bidden. En dat zei pastor Yonki Cho tegen deze pastor. Dat is het verschil tussen jou en die ene pastor. Jij bidt 1 uur. Alleen bidden. Die andere visualisatie. En gebed als motor voor deze visualisatie 3 uur per dag. En dat maakt dat zijn gemeente 300.000 en jij 30.000. Als jij wil zien 3.000 is ook goed. Maar dan krijg jij die portie. Als jij durft, zei pastor Yonki Cho, om ook te zien 300.000 zitten in jouw gemeente. Dan jouw gebedsleven wordt het anders. En dat krijg jij ook. Wat jij hebt gezien en wil reiken, dat ontvangen jij ook. En zo zei pastor Yonki Cho naar deze pastor. Dus terug naar Noach. Ik geloof, Noach had een visualisatie, een ark. Ik weet niet wat was de houding van Noach. Of staan zitten, weet ik niet. Maar wat ik voel, Noach luisterde heel goed wat God bedoeld. Oké, Heer, dit is onmogelijk. Ik heb nog niet eens ooit een boot gezien. Maar ik wil dat visualiseren. Een ark wat u wil. 150 lang, meter lang. De meetlijn, ik weet het niet. Maar ik wil gewoon visualiseren. 25 meter breed. En niet vergeet. Noach was alleen. Noach was helemaal alleen. Om deze ark te bouwen. Daarom duurde 100 jaar lang de tijd. Terug naar ons. Wat is de ark in mijn leven? Want de worship team is duidelijk nu. Vanuit Jelwin getuigenis. Dat is de ark die ze moeten bouwen. Om elke dienst de ark te openen voor het volk van God. En het volk meenemen naar rustige water. Wat is de ark voor mij? Wat is de ark voor u? Misschien verwacht u zoveel mensen, uw kinderen, die op dit moment nog niet bekeerd zijn. Bidden alleen is niet genoeg. Maar de ark bouwen. Om hun op te vangen op één dag is belangrijker. Stel dat iedereen die
die wij nu bidden in één keer gered zijn, kunnen wij hun opvangen in deze ark. Misschien deze ark zelf is nu op dit moment zwak. Dan neem ik zoveel mensen die ik heb voor gebeden in mijn ark. Dan misschien 10 meter en daarna iedereen zinken. Dat wil God niet. Allereerste punt. Ik moet beseffen, ik ben een reddingsboot van God. Ik bid voor zoveel mensen. Maar mijn vraag. Op het moment dat zoveel mensen gered zijn. Bijvoorbeeld volgende week. Dan vraag ik mijzelf. Is deze ark genoeg? Om hun op te vangen of niet? Nee, Heer. Ik ken mijzelf. Dus betekent vanaf vandaag is stappenplan. Welke gat moet gedicht worden? Dat duidelijk God zegt. Tegen Noah, vers 14, bouw een ark van acaciahout en bestrijk het hout met pek om het waterdicht te maken. Alle gat die eigenlijk kan, dat het water in kan, moet gedicht worden. De vraag vandaag aan mijzelf, aan mij, niet aan u, aan mij. Welke gat in mijn ark moet gedicht worden? Echt, een gesprek met Jelwin, 10 minuten, brengt mijn hele nacht aan het denken. Welke gat, Heer? Ik besef, ik erken dat ik een levende ark en u verwacht mij om deze ark te herstellen op dit moment. God kan zo op één dag 100 mensen redden. En dan wat kunnen wij doen? Wat gaan we doen met deze 100 mensen? Op één dag 200 mensen. Wat gaan we doen? Als deze ark zelf zo zwak is. Vandaag zei God. Bouw een ark voor mij. Niet zomaar hout die wij kunnen pakken vanuit de straat. Niet zomaar een gebed van 2 minuut, 1 minuut. Maar van acacia hout. Bouw een gebedsark voor mij. Zei God. Van kwaliteit gebed. Kwaliteit karakter. God heeft mij vrijgekocht niet om, hoe noem je dat, zo'n boot voor vakantie? Een cruiseboot. Nee. God heeft mij gemaakt om een reddingsboot voor veel mensen. Zo ook u. Een reddingsboot heeft een andere materiaal. Of andere faciliteiten. Die een reddingsboot moet hebben in de boot. In de ark. En dat zegt God. 15. Verdeel hem in dekken. En onderkomens. Maak hem 150 meter lang. 25 meter breed. En 15 meter hoog. Alleen op die punt, dan dacht ik, als ik in de plaats van Noach was, Heer, weet u wie ik ben of bent u vergeten dat ik een mens ben? Nee, God weet wat hij doet. Er was nog een keer geen stopwoord van Noach om God te stoppen met zijn uitspraak. Even wachten hoor. Nee. Noach luisterde. En ik geloof nog een keer, zeg ik, elk woord die hij hoorde, hij probeert te visualiseren. Hij heeft geen tijd om God te onderbreken in zijn uitspraak. God, Noach, wil echt luisteren. Maak er een licht sleuf in die 1,5 meter onder het dak rond het hele schip loopt. En verdeel het schip in 3 dekken. Een benedendek, een middendek en bovendek. In de zijkant van het schip moet u de ingang maken. Alles specifiek. En dan vertel God waarom hij dat wilde. Ik zal namelijk een enorm watervloed over de aarde laten gaan. Dit gebeurt plotseling. Maar God heeft beloofd nog een keer om dat niet meer te doen. Maar dus aanstaande dinsdag gaat Jelwin naar Japan.
met de mission trip van City Harvest om daar te helpen. Door de gebeurtenis in Japan, gisteren of eergisteren, dan Jowin samen met zijn team, ze gaan naar Japan om daar te helpen. Weet je wat mooi is? Japan is de droom van Jowin. Hij vertelt, zolang ik Jowin ken, 10 jaar. Hij zegt altijd, Pastora, ik wil zo graag op 1 dag naar Japan. Zo vaak en zo vaak. Maar nu, aanstaande deze dag, mag hij naar Japan. Ik zie gewoon mooie dingen die God doet. Door situatie. Hij ziet verlangen van Jowin. Maar Jowin denkt elke keer, ja, maar Japan is ver, hè, Pastora. En ik heb gehoord, daar is alles duur. Dus ja, dan hoe lang moet ik sparen? Dat was de gedachte van Jowin. Hij was zo blij gisteren aan de telefoon. Weet u waar ik ga? Ik ga naar Japan. Ik zei, jongen, dat is toch jouw droom. Hele leven lang. God ziet uw verlangen. Zeg nooit dat God doet zijn ogen dicht voor uw situatie. Want dat is een leugen. Hij ziet en hij weet hoe hij onze verlangen zal vervullen. Hij weet, Jowin kan de trip naar Japan niet betalen. Hij weet. Maar hij weet zijn manier om hem daar te brengen. Als een missionaris. Niet als Jowin, de medewerker van Carglass. Maar Jowin als een missionaris. Hij gaat naar Japan. Zijn droomland. Niet alleen om vakantie te houden. Maar om daar als een levende ark van God te gaan. Breng Jowin in gebed. Bijzonder. Zoveel bijzondere dingen die ik maak. Ervaren van deze situatie. En daarom zijn Jowin bereid nog meer mensen om hier te gaan volgend jaar. Maar niemand, ik weet niet, niet iedereen durft om deze offer te brengen zoals Jowin. Hij moet alles verlaten hier, helemaal. Maar hij heeft gezien de loon die God hem geeft. Het is nog niet eens 3 maanden. Maar de vruchten zijn bijzonder. En dat is Jowin, de ark. De ark die wij bouwen voor God is bedoeld om mensen te ontvangen in mijn leven. Maak u niet te veel zorgen aan de mensen die u wil redden. Als u zo passie hebt om mensen te redden, des te meer de Vader in de hemel. De vraag die belangrijker is, bent u bezig om de ark te bouwen voor hun? Bent u bezig om de voedsel voor te bereiden voor hun? U kan niet zeggen, ja dan als 200 mensen komen tot mij, dan zet ik toch bij andere ark. Dan prop ik toch bij de andere ark. Ja, als die andere ark ook sterk is. En hoe als alle ark op dit moment zwak zijn? Dus kan niet. En dat is de ark. Dus bouw de ark met kwaliteit. Dus wat wij willen doen op dit moment is check onze ark. Zijn gaten waar eigenlijk een gevaar binnen kan komen. Dan dek alle gaten in ons leven. Misschien een gat van gebed. Gebed. Misschien klein, ik bid alleen maar 5 minuten, 10 minuten. De rest kan ik niet. Nee, dan moeten wij proberen. Moeten wij een stap nemen. Jowin zei, als wij kunnen visualiseren, de passie komt vanzelf. Als ik, hij zei dat tegen Lajo, je hebt nou nieuwe werk. Je hebt nou een nieuwe uitdaging. En op het moment dat je weet dat jij naartoe moet gaan,
En iets gebeurt onderweg, jij gaat zelf manieren zoeken om daar te komen. Dat is de kracht van visualisatie. Ik moet eerst zien de ark die ik wil bouwen. In welke vorm, in welke soort. En ik zal manieren zoeken om daar te reiken. Ik zal manieren zoeken om dat te realiseren. Dat is het. Visualiseren, ziet in het geloof. Welke ark wilt u voorbereiden voor deze mensen, voor uw kinderen, voor mijn moeder, voor mijn broer, voor mijn zuster, voor nichtje, zoveel. Ik ga niet meer alleen bidden en huilen, maar ik ga mijn ark verbeteren. Ik ga mijn ark versterken. Als ik nou bid een uur, dan ga ik 3 uur bidden. Als die pastoor, pastoor Dio zei, als dat de sleutel is, waarom gaan we dat niet doen? Gebed is goed. Ik heb niet gezegd, gebed is niet goed. Maar verander de manier van onze gebed. Zie de ark die wij willen bouwen. Wat ik u wil laten zien. Volgende is Genesis 7, vers 8 en 9. Alle dieren die bestemd waren om te offeren of om op te eten en de andere soorten, kwamen in parren naar de ark. Heeft u iets gezien? God zei tegen Noach, u moet de dieren ook laten binnengaan. Mijn vraag, was Noach naar de bossen gegaan om deze dieren te zoeken? Ze kwamen zelf. Genesis 7. Vers 8 en 9 vertelt mij dat deze dieren kwamen zelf naar de ark. Gods geest leidt de mensen die gered zullen worden om naar de ark te gaan. Gods geest doet het. Mijn deel is mijn ark. Voorbereiden voor deze zielen. Op het moment dat God ziet dat ik klaar ben als een reddingsboot. Faciliteiten om mensen te voeden, om mensen te redden. Deze zielen komen zelf naar de ark. Noach was niet bezig. Noach was alleen bezig met de ark. Toen hij klaar was, zei God, Noach, nu mag je kinderen naar binnen. Jouw vrouw. Dus Noah was alleen bezig met die ark. Dit is wat wij nalatig zijn. Wij zijn bezig. Alleen gebed. Gebed is goed. Maar wij zijn vergeten om deze ark klaar te maken voor de ziel. Filippenzen 3, 13 en 14. En daar wil ik mee sluiten. Apostel Paulus zegt, ik denk niet dat ik daarin al geslaagd ben, broeders en zusters, maar één ding weet ik zeker. En daarbij vergeet ik wat achter mij ligt en strek ik mij uit naar wat voor mij ligt. Ik snel recht op mijn doel af. Andere vertaling staat, ik ren op mijn doel af. Ik wil de prijs behalen die in de hemel voor mij klaar ligt. Nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft.
God heeft ons geroepen als een reddingsboot. Jezus zei, probeer te zien wat voor ons ligt en vergeten wat achter ons ligt. Wij moeten durven een stap nemen naar voren. En laat onze oude dingen die wij hebben meegemaakt, oude herinneringen, oude mindset, ons niet vasthouden om naar voren te gaan. Apostel Paulus zei, laat het, dat is voorbij. Maar ik moet nou visualiseren, een ark van mijn leven, in Jezus naam, op één dag, dat ik ben omringd met 100 jongeren, die eigenlijk smaak naar voedsel. Heer, ik wil dat zien. Ik wil niet meer gefocust naar dingen die ik heb meegemaakt. Maar in Jezus naam. Ik wil zien wat u mij wil geven. Een leven waar heel veel mensen rondom mij. En ze vragen naar voedsel. Vader, ik wil daarmee bezig zijn. De voedsel voorbereiden. Noach moest van God de voedsel voorbereiden. In vers 21. Genesis 6, vers 21, God zei, niet alleen de ark bouwen, Noah, maar ik wil dat je voedsel voorbereiden voor jouw gezin en voor iedereen die daar in de ark komt. Wij kunnen niet verwachten dat de zielen zelf eigen voedsel meenemen. Ze komen in de ark om voedsel te ontvangen. Dus niet bid alleen voor de rijk, maar check onze ark. Dit is de tijd. In Jezus naam. Voor iedereen. Dit is de grote ark Hermon. Maar er is een kleine ark die zit in deze ruimte. En dat bent u. En dat ben ik. Laten wij onze ark herstellen vanaf vandaag. Straks als wij thuis komen. Kijk welke gat zit in de ark. Is dat een gat van gebed, een gat van vasten, een gat van liefde of wat dan ook, het woord van God. Dan gaan we zeggen, Heer, ik wil dat dekken. Ik wil dat sluiten. Ik wil alles herstellen. Zodat ik de ark kan zijn voor heel veel mensen. Amen. De sleutel. Waarom Noach dat deed voor God. Is vers 1. Vers 9. Ik vind het mooi in de vertaling van het boek. Genesis 9 vers 6. Dat is de sleutel. Waarom Noach brak het gesprek niet toen God dat zei. Hij onderbrak het gesprek met God niet. Omdat Noach heeft een nauw verbond met God. Vertaling van het boek vind ik heel mooi. Dank u, Jezus. Hier volgt de geschiedenis van Noach. De enige rechtvaardige en oprechte man op aarde. Hij leefde in nauw verbondenheid met God. Geef een andere binding, een andere relatie met God. Ik ken het woord van God, maar het is nog niet zeker dat ik een nauw verbondheid met God heb. Iemand kan zoveel woorden kennen van het woord van God, maar nog niks zeggen dat die persoon een relatie heeft met God. En dit is wat ik ontvang. Ook met de link van wat Jelwin heeft gezegd gisteren. Laten wij zelf onszelf verdiepen. Zien wij dat God ons roept als een reddingsboot of niet?